De politieke partij VHP is bezig met bezoeken aan diverse gebieden in de district Sipaluwini. De partij doet dit om de problemen waarmee de bewoners te kampen hebben te bespreken. De Oranje Partij heeft de toestemming van Gramang Bono Velanti gekregen om na ruim 40 jaar weer in het Okaans gebied te mogen opereren. De toestemming is zaterdag tijdens een plechtige kroetoe in Dritabiki in het district Sipaluwini gegeven. VHP-voorzitter Chandrika Persat Santokhi is blij met deze toestemming. Volgens hem is er namelijk maandenlang met het traditioneel gezag hierover gecorrespondeerd. De partij is lang voor de onafhankelijkheid in 1975 actief geweest in het binnenland en heeft zelfs statenleden uit het gebied geproduceerd, zegt hij. De afgelopen jaren is het contact met het binnenland verwaterd en de kernen zijn verloren gegaan. De VHP pakt dit nu weer op nadat een paar maanden geleden tijdens consultatierondes in Grunjari zij is benaderd door een delegatie uit Sipaluwini. Zoals andere politieke partijen, dat we hier komen en we beginnen campagne te voeren en we beginnen te mobiliseren. Nee, we hebben op een correcte wijze via correspondentie, telefonisch, mondeling, per courier, schriftelijk het overleg gevraagd. En dat is geweest met een kroetoe en we hebben toestemming gehad. Van het traditionele gezag van de Gramang om als VHP hier aanwezig te zijn, om activiteiten hier te ontplooien. We hebben ook een uitnodiging gehad om op een nader tijdstip terug te komen. Om dan met diepgang over verschillende onderwerpen te gaan praten. Omdat er vandaag een rouwsfeer heerst. Er zijn twee personen die heen gegaan zijn. We hebben net ook afscheid genomen van de twee personen. En tegelijkertijd de familie sterkte toegewenst. Dus het dorp is een beetje rouw. De mensen zijn nu bezig afscheid te nemen. En daarom is het afgesproken op een nader tijdstip in een bredere kroetoe. Dan over het inhoudelijke. Te gaan praten over de problemen hier. Over de wensen. Wat zou de VHP kunnen doen? Welke projecten zouden we kunnen initiëren? Dat is de bedoeling dat ik terugkom. En ik een paar dagen hier ga blijven. Dus ik ben bijzonder ingenomen als VHP-voorzitter. Dat na jaren de VHP verwelkomd wordt. Op een zodanige wijze dat ons stimuleert om door te gaan en met name op het hoogste gezagsniveau wij hier die ondersteuning krijgen om vervolgbesprekingen te houden en tegelijkertijd wij ook die politieke ruimte krijgen als VHP om politiek werk hier te verrichten en dat stemt ons goed. Chandrika Persat Santokhi, VHP-voorzitter. De politieke partij was in het weekend te gast in de district Sipaluwini, waar zij de problemen van de bewoners heeft aangehoord.